welkom hier in de straten van Porto in Portugal. Ja, vrije training ging erg goed. De eerste vrije training waren we zelfs het snelst. Maar straatcircuits liggen me altijd wel. Het is toch een beetje wintercursus rensportschool Boenderen hier door de straten heen. Alles natuurlijk wel heel close. Ik had het gevoel dat ik de auto echt onder controle had. En dat geeft zelfvertrouwen. En dat is belangrijk voor de kwalificatie. Beat in, come to the box. We change tires and then we go. Oops. They're breaking for the difficult again in the UK. Why the braking is so difficult? Check the brake balance. We didn't touch anything. And you are P9, so we check the car. At the moment you are P6, but first sector is a shit. Box, P7. Red flag. Third position. We need 8, 9 or 10 for 1, 2, 3. Thank you. That was it. Still 8 minutes to go, eh? So it's over. I get out of the car. This is it. I cannot improve and I don't want to drive anymore. Tom, volgens mij is de kwalificatie nog bezig. Ja, hier ga ik nooit meer onderdoor. Dus het heeft helemaal geen zin. Ga maar gewoon risico nemen om niks. Tevens was ik eigenlijk niet zo heel erg tevreden. P5, weet je wel, dat is net niks. Misschien dat ik nog een beetje zak nu. Ik hoop het. Want ja, of je moet 2-3 staan of 9-10. Dus ja, eigenlijk ben ik te snel gegaan. Krijgt Tom Coronel pole position in Porto? Door in de pitstraat te staan. Sommige mensen hebben geluk in het leven. En ja, daar ben ik, hè. De bekende uitspraak. Als je geen loterijkaartje koopt, kun je hem ook nooit winnen. Ik heb hem gekocht, we hebben de gok genomen. Ik dacht dat we te vroeg naar buiten waren gegaan. Maar uiteindelijk had mijn engineer dus toch gelijk. Pietro.